March. Als de muziek te hard is, geef het aan, hè? Oké, helemaal goed. Vandaag, mix yoga pilates. Dus we gaan van aanspanning naar ontspanning en weer terug naar aanspanning. Goedemorgen, Mariette. Ik hoop dat jullie een goede eerste kerstdag hebben gehad. We gaan even weer alles wat gisteren te veel naar binnen gegaan is. Klein beetje wegtrainen. Buikspieren en de koor weer aanpakken. We gaan naar de schouders. Til ze rechtop. En laag. Op. En laag. Fijne dag nog, Willem. Doeg. Assistent. 4. Hey, zien jullie? Ik heb wel mijn sterrentrui aangedaan, hè? 3. Ik had net kerstverlichting om me heen, maar dat wordt heel storend in beeld. Dus pak maar weer uit gedaan. 2. Laatste. We gaan rollen met de schouders. Voorlangs op, achterlangs laag. Maak de beweging groot. Ondertussen buikspieren actief in. Maak de schouders dicht, maar even los. 4. 3. 2. Laatste. We gaan de andere kant op. Achterlangs op. Voorlangs laag. Laatste. Voorlangs op. Achterlangs laag. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2. Vanuit die enkele sidestep op rechts. Hoeft niet groot. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We gaan door naar de heel kick. Schild naar op. De beweging met de armen van voor naar achter, laag met de schouder. Groot. 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Let op, terug naar de sidestep. We gaan de armen van voor de buik zijn. Op, laag, in, uit, op, op. Elleboog gericht gebogen. 8, 7, 6. Niet hoger dan de schouders. 5, 4, 3, 2. Van de laatste. Ga terug naar de heel kick. En de armen maar weer mee. Op, op. En dan. 4, 3, draai me iets op. 2, let op. Armen gaan zij en we gaan het aantrekken. Schouders eraan. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2. De armen gaan terug naar voren. 5, 8, 4, 3, 2. Terug, sidestep. Vanuit de sidestep, 4,
twee, terug, march. Ga door. Doe heel even de trui uit. Hou de aanspanning vast. Laatste.
in het midden. Schouders laag, borst op. Bounce. Hier maar weg, hier maar weg. Licht de borst op, hè. Geef je longen de ruimte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laatste, zet hem maar stil. Strek de benen. Langzaam tot waar je nu strekken kan. Je hebt je core nog steeds in. Je langzaam kom je laag. Handen om de enkels. En je laat de hele aanspanning los. Je ellebogen buigen naar buiten. Ontspan je nek, schouders, adem. Daar waar je net aangespannen was, is het nu ontspannen. Kan de adem vol in de buik, vol rondom je darmen, rondom je nieren. Laat hem maar toe. In. En uit. Laat je hele bovenlichaam maar ontspannen, zwaar worden. In. En uit. Nog twee. Laat de adem vol in de buik en de rug toe. Rondom de onderste wervels. En je laat de ontspanning in het bovenlichaam toe. Adem uit. Laatste. Ga terug naar de aanspanning. Buig de knieën. Trek je inwendige rits maar weer op. Vanuit de zitbenen is het bodem. Til hem op tot naar je navel. Gaat hij iets naar achter, je haalt hem omhoog, middenin. Langzaam kom je op, handen voor de borst. Strek hem uit, adem in. En uit. Je staat heupbreed, rechte arm op. En uit, links in. En uit. Op. Maak de bewegingen helemaal af. Je hebt je core vast. 4. Gaat stevig op beide voeten, beide benen. 3, 2. Laatste. Let op. Rechterarm op. Je linkerarm tegen de rug aan. Je strekt de hele rechterkant uit. Je rechterborst goed naar achter. Je werkt vanuit je core, dus je bent sterk, krachtig vanuit je basis. Je linkerkant is je buigende kant, ontspannen naar de schouder. Adem de hele rechterzijkant maar zo lang mogelijk, van voet naar vingertoppen. Adem diep in, uitademen, buig vanuit de heup naar je linkerbeen. Pak hem vast rondom je linker enkel onderbeen. Je linkerarm ligt nog tegen de rug, je core is vast. Adem in, strek op, verlengen en uit. Adem in, strekken. Je rechter elleboog buigen, je bovenlichaam langs je benen, zo diep als gaat. Komt hij nog een keer in. Werken vanuit je basiskracht. Uit, de laatste. Blijf laag, adem door, span je nek, schouders. 4. 3, 2, let op. Rechterarm strekt langs je oren. Vanuit die kant kom je omhoog. In. En uit. Rechterarm tegen de rug aan. Linkerarm tilt op. Strek hem uit. Adem door. Je werkt nog steeds vanuit je core. Beide voeten stevig en verlengen. Van linkervoet naar vingertoppen. Linkerhand, rechter schouder laag. Doe de ruimte maar op, laat de ruimte maar toe. De laatste. Adem diep in. Uit aan de buik vanuit de heup naar rechts. Naar je rechterbeen. Je pakt hem met onderbeen enkel. Je doet de rechterarm los tegen je aan. Linker elleboog ontspannen zacht. Adem door. Je strekt je verlengd vanuit beide hielen boven liggen. Maar de uitademing laat je bovenlichaam nog ietsje zakken. Je core is toch altijd actief. Laat hem maar toe. Je adem diep in en uit. 4, 3, 2. Laat de linkerarm strak langs je oor. Adem, vingertoppen op. En uit.
slokje drinken, neem een slokje drinken. Kom vooraan op je matje. Proost op deze kerst, tweede kerstochtend. Voeten een beetje in de dukstand. Beide armen op. Trek je koor maar in. Terwijl je de armen optilt, trek je inwendige rits op. Knieën buigen, hielen van de mat. Langzaam. Strek op. In. Op de tenen, hielen hoog. Uit. Basis. Balans. Hou de knieën goed naar buiten. Vier. Strek hem uit. Neem de tijd ervoor. En laag. Schouders laag. Drie. Focus. Twee. En we gaan naar de laatste. Hij gaat netjes. Blijf laag. Plaats de handen onder je. Schouders laag. Je maakt je lang, je vingers helemaal gespreid. En dan stap je vanuit hier naar rechts, links, hoge plank. Strek de hielen maar goed weg. Je schouders naar boven, je polsen. Je core is actief. Knieën buigen. Strekken. Komt-ie. Buigen. En strekken. Buig. En strekken. Buig. En strekken. Duw weg. Vanuit de tenen, je bovenlichaam naar voren aangestuurd. Je bent sterk vanuit je core. Hou vast. Komt-ie. Nog vier. Kom, denk aan de schouders. Drie. Twee. Laatste. Strek hem eens weg. Hou eens vast. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. Let op. Knieën buigen. Voeten plat. Naar een ronde volle rug. Trek maar in. Vanuit de handen binnen naar achter. Handen, armen, schouderbreedte. Ronde rug omhoog. In het midden naar een actieve, holle, strekkende rug. Vanuit de knieën, borst naar voren, buig de elleboog. Vanuit de handen nieuw op. Naar een ronde rug. En naar achter. Rond omhoog. Onderweg naar voren, naar holstrekkend. Helemaal ver. Buig de elleboog dicht bij je, bovenarmen dicht bij je. Vanuit de handen nieuw op. Naar rond. En achter. Komt hij nog een keer. Rond op. Naar hol. Helemaal naar voor. Buig. Nieuw op. Rond een boel. Strek weg. Vier. Hol. Zo ver mogelijk naar voor. Bovenarmen, ellebogen dicht bij je. Nieuw op. Rond. Achter. Drie. Denk aan je schouders. Als je hem strekt naar voren, hou je hoofd in één lijn met de rug. Pas wanneer je rond gaat, gaat je hoofd in de beweging mee. Twee. Laatste. Rond op. Hol. Naar hol. Blijf achter. Laat je koor maar helemaal los. Laat ze adem vol in de buik. Taille onder in de rug toe. Sorry, kitter in de keel. Laat de adem maar toe in het hele lage rugbuikgebied. Laatste twee. Laatste. Vingers gespreid. Je hele hand op de mat. Schouders laag. Je koor weer actief. Trek hem in. Handen en knieën. Met de schouders boven de polsen. Je kantelt je bekken voorover. Je maakt je lang en sterk. Lift de borst op. Rechterbeen met flexvoet weg. Linkerarm op. Been gaat naar rechts. Arm links. En kruis.
In. En uit. Dus je been zo ver mogelijk naar rechts, arm naar links. Met flex voet. Vanuit je linker onderbeen blijf je jezelf naar voren aansturen. Netjes. 4. 3. 2. Laatste. Kruisen. Nog één keer naar buiten. Dan naar het midden, lift hoog. Buig je knie. Bond je voet. Linkerarm naar achter. Kan je bij je voet, bij je enkel, pak hem vast. Grote teen. En vanuit je linkerknie onderbeen, de rechterhand, lift de romp of lift je been vanuit de heupel. Kijk naar voren, adem door. Netjes. 4. 3. 2. Laatste lift hoog. En terug. Hou je koor erbij. Rechterknie. Achter je rechterpols. Je onderbeen schuin. Linkerbeen schuift weg. Linkerhand op je rechterbovenbeen. Rechterarm achter je. Je koor blijft actief. Adem in, lift op en je draait rechtsom. Blijf in de strekking. Denk aan de taillespieren. 4. 3. 2. Laatste achterste arm omhoog. Zet hem voor de knie. Linkerhand onder je schouder. Tenen, linkervoet in de mat en je been strekt actief. En je tilt je rechterknie op. Breng hem naar achter. Hoge plank. Duw de hakken ver van je af. Trek je koor in. Borst op. Lange nek. En je borst voor de bovenarmen. 4. 3. 2. Laatste. Rechterknie naar de mat. Linkerbeen tilt op met flexvoet. Rechterarm voor. Arm gaat naar rechts. Been naar links. Maak de beweging groot. En kruis. In. En uit. De arm lager dan je schouder. Zodat je ook als de arm naar achter gaat, je borst ruim kan houden. Vanuit je rechterknie, vanuit je linkerhand, blijf je aansturen. Maak de beweging groot. 4. Netjes. 3. Net aan je nek. 2. Laatste. Naar breed. Naar recht. Lift hoog. Buig je linkerknie. Rechterarm naar achter. Kan je bij je grote teen. Pak hem vast. Met je rechterknie. Linkerhand. Lift op. Borst op. Kijk omhoog. Voel je achterhoofd richting je tenen. Adem door. Netjes. 4, 3, 2, laatste, laat dan rustig los, laat eerst je hand, dan komt je knie achter je linkerpols, je legt je onderbeen schuin, met de hiel naar de lies, rechterbeen schuift weg, bovenlichaam op, rechterhand op je linkerbovenbeen, linkerarm achter je. Strek hem uit. Maak je lang en je draait linksom. Hou je koor erbij. Adem. Vier. Drie. Twee. Achterste arm komt hoog. In. Plaats hem voor je linkerknie. Rechterhand ernaast. Tegen de rechtervoet in de mat. Strek je been. Je tilt je linkerbeen op. Hoge plank. Vanuit hier naar down facing dog. Duw de schouders een beetje schuin op. Kijk naar je onderbenen en hoge plank. In. En uit. Kom. Duw weg. Komt u nog een keer naar voren. Dan zonder te hangen. Laat je hoofd in de lengte van de rug meegaan.
Down dog. Hoge plank. Down dog. Netjes. Laatste hoge plank. Vanuit hier naar down facing dog. Voeten in breedte. Zet ze zo lang mogelijk met de hielen naar de mat. Vanuit je handen lift de zitbeentjes weg. Omhoog. Borst onder benen. Schouders breed. Adem. Voel de adem hoog, diep tot in de longen, hoog, weg. En laat ze maar helemaal ontspannen als je uitademt, diepe zucht. Kom hier nog een keer, vul de longen tot hoog bovenin. Ontspan tussen de schouderbladen, adem uit. Laatste keer. Volgende inademing, hoofd op. Om weer terug naar hoge plank. Knieën buigen. Onderbenen, voeten plat. En naar een ronde bolle rug. Child's pose. Alle aanspanning los. Laat de adem maar toe. Vol in de buik. Tuin je ondermiddenrug. It's not a sin to let it weigh heavy on your mind. Ga terug naar de aanspanning. Je trekt de zitbeentjes, bekkenbodem wat naar het midden. Je trekt die inwendige rits op tot net onder je navel. Rol hem omhoog en je rits gaat mee tot middenrif. Ga naar een holle strekkende rug. Je borst komt naar voren. Eventueel je knieën wat verder naar achter schuiven zodat je kan gaan liggen. Bovenarmen dicht bij je. Bovenarmen met de ellebogen dichtbij en dan leg je de onderarmen neer. Benen gestrekt. Je handen, armen doen helemaal niks meer, maar je gaat lengte maken. Linkerbeen met de romp samen op. En krachtig uitrek de buikspieren naar binnen. Rechterbeen hop. Tot je eindstap, zonder dat je de armen optilt, zonder dat je duwt. Zonder dat je trekt naar de schouders. Alsof een touwtje aan je kruin je naar voren mee verlengt. En een touwtje aan je tenen naar achter. De hele inademing geeft je de ruimte om omhoog te komen. Voel de aanspanning. Je buikspieren stevig naar binnen als je laag gaat. Nog één links. Nog één rechts. En dan gaan beide benen hoog. Met de romp samen. Je spreidt de armen zij. Vanuit de schouders echt opzij. Maak je lang. Til maar op. Adem in. Een klein stukje laag. Uit. Verleng. Strek op. In. En lengte kracht komt hier hoog. Steeds een stukje ver, alsof je vliegt. 4. De schouders laag, de armen vanuit de schouders echt recht opzij. Dus niet naar achter geduwd. 2. En dan kom je omhoog. Je houdt de aanspanning vast. Je draait de duimen op. Armen gaan naar achter. Buig de knieën. Leg de knieën naar buiten. En kan je dan met de handen bij de enkels pak vast. Vanuit het bekken, lift op. Adem door. In deze vanuit de Pilatus aanspanning, hou vast. 4. 2. Laatste. Hou de aanspanning vast. Je komt laag. Benen recht naast elkaar. Leg de armen neer. En dan kom je helemaal laag. Je laat alle aanspanning los. Voel de adem ruim in de buik. Rondom je darmen, je nieren. Je maag, je lever. Alles voelt nu weer vol energie.
We gaan nog een keer omhoog, maar zonder aanspanning, vanuit de yoga. Je adem gaat nu langs de buik, vanuit de onderbuik, langs de voorkant mee omhoog. Adem in, neem de benen mee op. Zonder dat je de armen gebruikt. En ja. Adem in, zonder aanspanning, verlengen. Je zal merken dat je minder hoog komt, omdat je minder aangespannen bent. Het zal anders voelen. Nog twee. In. Laatste. Een ontspannen beweging zonder kracht. Vanuit souplesse. Je komt de volgende omhoog. Zo hoog als voor jou gaat. Til de armen op. Spreid. Je zal merken dat je minder hoog komt. Adem in. Til iets op. En je beweegt mee met je adem. Laag. Zonder kracht. Je armen zonder kracht. Laag. In. En uit. Dezelfde beweging, maar vanuit een andere discipline, vanuit de yoga. Een zachtere beweging, een zachtere houding. Laatste. Lekker, de grond omhoog. Je draait de duimen op. Breng de armen naar achter. Buig de knieën. Breng ze naar buiten, grote tenen naar elkaar. Inademing helpt je opnieuw om je bovenlichaam op te lichten, te openen naar borst en keel. Kan je bij je voeten, pak ze vast. Tenen bij elkaar. Als het niet gaat om vast te pakken, blijf je met de armen naast je. Je lift vanuit het bekken, de benen op, rompel. Laat de adem toe tot in de keel. Lage buik vanuit de buik, komt die op. Borst, keelgebied, adem. Beweeg mee op je ademenergie. Laatste keer. Volgende inademing kom je op. Je laat de enkels los. Je legt de handen onder je voorhoofd. Je voorhoofd naar bovenop. Hielen rollen naar buiten. Je laat los. Adem door. En voel het effect van de oefening maar na. Voel maar wat er veranderd is. Een behoorlijk impuls naar je nieren, je bijnieren. Maar daaruit ook een impuls naar je hormoonproductie. Mooie bijkomstigheid. Geef ze die boost. Komt er nog één keer. Hoofd op. Maak de nek lang. Plaats de handen naast je. Met de ellebogen dicht bij de taille, onderarmen van de mat. Benen recht. Langzaam gaat de adem laag vanuit de buik, langs de voorkant mee omhoog. Duw vanuit de handen op. En buig de ellebogen laag. Adem in, strek hem uit. Schouder naar de laag. Je handen helpen je. En daar. Adem diep in. Verlengen, strek op. Laag. Laatste. Let op, je komt omhoog. Hou de schouderbladen dicht bij elkaar. Vanuit de handen opgericht. Borst op, kijk schuin omhoog. Adem. En voel dan het gebied tussen je wenkbrauwen. Je intuïtie. Verbonden met de onderbuik. Voel de connectie tussen beiden. Vanuit de handen gaan we naar de knieën, naar de ronde rug. De handen glijden naar je knieën toe, vanuit een ronde houding. Omhoog. Draai de schouders. Wil je een slokje drinken? Neem hem vooral en dan kom je liggen op je rug. Lange nek. Ondertussen trek je je core actief
naar binnen. Vanaf die bekkenbodem tot net onder je navel. Gaat hij iets naar achter, je tilt hem op midden rit. Armen strekkend naast je, je hoofd met een lange nek neergelegd. En dan de armen, handen naar de mat. Til de voeten op, breng de onderbenen haaks op de bovenbenen. En je brengt de knieën met de benen zo ver mogelijk van je af zonder te strekken. De benen tegen elkaar aan. Voel de strekking in de onderrug. Je hele corset strak, knieën naar je toe, adem uit. Helemaal naar je toe, pers die uitademing er maar uit. Buikspieren krachtig naar binnen. Adem in, hol. Langzaam, hou de benen gebogen. Maak de beweging zo ver als dat jij je aanspanning goed vast kan zetten. En terug. Uit. Hoofd in het midden. Een stukje de knieën helemaal dichtbij. Dan heb je alle lucht eruit geperst, hè? Komt ie nog een keer. Adem in. Netjes. En naar je toe. Adem uit. Naar hol. Laatste, het bol. Hou hem bij je. Hou je aanspanning vast. Adem door. Armen schuin. Linkerbeen gaat strekken. Vanuit hier. Stak je naar rechts. Hou de benen bij elkaar. Laag. Omhoog. Rechterbeen strekt, onderbeen gebogen. De benen gesloten. Denk eraan dat je het onderbeen haaks houdt. Naar links. Adem in. Op. En uit. Wissel. En sta heel rustig aan. Ga je de benen wat verder van je afstrekken. Ga je de rugspieren iets meer inzetten. Schouders blijven laag. Hou de benen bij elkaar. Hou ze de bovenbenen tegen elkaar aan. Een gebonden aanspanning, hè? Beide benen, koor. Ga vast. Juist. In. Uit. Steeds een stukje verder. Vragen van die rugspieren. De benen steeds wat schuiner naar voren. Vier. Drie. Twee. Allebei de kanten nog één. Daag jezelf uit. Zijn daar strek je ze uit. Hou vast. En je laatste zakken. 4, 3, 2. Langzaam leg ze neer. En je ontspant alles los. Je benen rollen wat naar buiten. Schouders, buik, alles ontspannen. Rechtervoet op de mat en je schuift hem naar je toe. Vanuit je vlies laat je de knie zakken naar buiten. Je schuift over de buitenrand de voet van je af. Onderaan leg je hem terug, recht. Linkervoet schuift naar je toe. Ontspannen beweging vanuit de liezende heup. Laat de knie maar zakken. Schuif van je af en terug, rechterkant. In. Uit. In. Uit, links. De benen recht onder je. Armen, til ze op, boven de borst. Je ademt in, je verlengt ze zonder dat je kracht zet. Uit, neem ze mee naar achter. Schouderbladen laag, je strekt de benen, je tilt ze op. Hoofd op, armen van de mat. Langzaam komen de armen naar voren.
Kijk met je handen mee. Je brengt de bekken iets achterover. Rollen. Strek uit. Strekken, 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 strekken. Hou vast. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laatste, leg de benen neer. Strek hem uit. Voeten, tenen rechtop. En dan kom je naar voren. Waar je komt, enkels, voeten, tenen. Kan je bij je grote tenen, pak je vast. Je strekt de hielen van je af, je maakt je lang naar de kruin. Laat je koor maar los, buig de ellebogen naar buiten en je voegt tussen de armen. Kijk nog een keer over de tenen weg, strek op. Vanaf de achterkant, hielen naar voren, zitbeentjes naar achter. Dan krijgt je rug de ruimte om langs te worden. Hè? En uit, je hebt je koor los, dus je werkt vanuit de ontspanning. Komt hier nog een keer, adem in. Laat de adem maar toe. En uit. Hoofd tussen de bovenarmen, schouders zacht, adem. Voel de adem volledig, buik, taille, onderbiddenrug. Volgende inademing, hoofd op. Trek je koor maar in. Armen op. En je legt ze achter je met de vingers van je af. Voeten point. Kantel het bekken, maak de rug hol. Eventueel je blijven, wil je mee naar de opwaartse plank. Lift de bekken op, kijk hoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laat de bekken maar zakken. Handen ontspannen. God is watching me. En dan kom je liggen met een dekentje over je heen of even een warm vest aan voor een korte ontspanning. Hard gewerkt. Je hebt een mannelijk wie je verdient. Neem de tijd om goed te gaan liggen, jezelf comfortabel te maken, al is het maar kort. Ontspannen vanuit de heupen, wat opengerold. De armen vanuit de schouders ontspannen. Je hoofd in het midden. Je ademt rustig diep in. Voel maar dat de longen zich helemaal vullen. Tot hoog in de longtoppen. En dat zij helemaal ontspannen als je uitademt. Je ademt diep ruim in. En eventueel met een diepe zucht uit. En je laat je helemaal in de mat zakken. En je voelt de energie. Je hebt hard gewerkt van aanspanning, ontspanning en weer terug. Lichaam en geest staan op wat je nu gedaan hebt. Verwerkt het. En voor de rest laat je los wat je niet meer nodig hebt. Diepe adem. En voel jezelf liggend van kruin naar tenen tot vingertop en alles daartussen. Voel jezelf ademend van kruin tot tenen tot vingertop en alles daartussen. Blijf met de aandacht bij je adem. Kalm en diep.
gloeien in je ogen, je gezicht, je ervaren in je hele lichaam. Zondag ben ik er weer met de power yoga. Morgen is Diana er met de power yoga les. Dus lekker meedoen. En maandag kan je de lessen doen die opgenomen zijn van mij. En anders gewoon lekker op een andere les in